Of mijn eerste kennismaking met jou was eigenlijk als battle MC. Geen daden maar woorden. Ja, geen daden maar woorden. Dat is de battleprijs die ik heb gewonnen, maar dat is nu een poos geleden. Wat weet jij nog van die avond? Het was een hele gekke avond, weet ik tenminste nog. Ik weet dat het losging in ieder geval. Mensen vonden het kankervet. Mensen gingen helemaal uit een bolletje. En ik heb die shit gewoon gewonnen daar. Ik heb vaak die shit gekiend, weet je. En dat was gewoon het hoogtepunt in mijn battlecarrière, weet je. Dat is natuurlijk kankervet, weet je. Maar toen jij bezig was met die battle, toen waren we nog niet echt... Had je toen wel al tracks? Want ik kan me niet herinneren dat er toen al tracks van jou waren. Ja, met die battle en ik... Dat is een beetje het begin geweest van mijn rap carrière, als ik het carrière kan noemen. Dus gewoon, toen ben ik, dat sprak mij het meeste aan om te gaan battelen, weet je. Gewoon een beetje competitie en zo. En daarom ben ik die shit gaan rappen toen. Ik ben erin doorgegaan, weet je. Ik ben toen ben ik teksten gaan schrijven en zo, en dat viel ook in de smaak. Daar kwamen goede beats bij. Die werden er gewoon onder gepopt, weet je. SODM uit Amersfoort, daar raakte ik toen mee in contact. Hij maakte die beats. Ik raakte in contact met mensen uit Zoetermeer. Killing Skills, Shockmount, zij maken nog steeds beats voor mij. Omdat het gewoon, dan ga je toch weer andere stappen nemen. Wil je toch weer wat hoger, weet je. Uiteindelijk wil je toch weer nummers gaan maken en tracks en zo, weet je. Je wil er gewoon op een andere manier naar gaan kijken, weet je. Niet alleen die battle shit. Uiteindelijk heb je dat gehad. Blijft in je zitten natuurlijk, maar op een gegeven moment kan je, dat is een manier van leven waardoor je ook gewoon mensen om je heen, hè, die worden ook helemaal gek van. Je zit continu iedereen te irriteren en te kankeren op alles, weet je, op alles hier en daar. Je hebt maar wat, je krijgt gewoon de kanker naar je hoofd. Dat heeft geen zin, weet je, dat kan niet zo doorgaan. Albino's, die's, rode ogen in mijn harses. White widow, weed, nader, jointjes in de bakkes. Het is die blanke rapper. Wat spreek je voornamelijk aan in hiphop? Ik bedoel, waarom ben je met hiphop begonnen? Want als ik naar je teksten luister, zou het ook zo naar andere genres bijvoorbeeld kunnen passen. Ja, ik ben hiphop. Ik vind meer rap, weet je. Daar ben ik eigenlijk, dat spreekt mij meer aan dan hiphop, weet je. Gewoon rap. En daarbij horen dan... Natuurlijk muziek, beats, die horen daarbij, weet je. En dan, dat zou het dan hip-hop maken of zo, weet je. Ik weet ook niet precies hoe dat allemaal in elkaar steekt. Dat interesseert me geen flikker. Maar ik steek gewoon mijn eigen beats eronder. Die gasten maken in overleg met mij. Met mijn afkomst. Wat ik vet vond vroeger en zo. Dat wordt er allemaal onder gelegd, weet je. En wat vond je vroeger vet dan zo? Ik vond vroeger altijd die techno, hardcore feesten. Dat vond ik strak, weet je. En dat hoor je terug in mijn beats, weet je. Henkie Westbroek, Krekkerhoofd, de Terrordome 2007, Herman Brood. Melk voor elke hoofd, witte leugen, blanke klets, koekvloos, breggeboost, white trash, hersenloze. Precies. Ik bedoel, maar produceer je zelf ook, of? Ik heb hem bij mijn eerste album, Freak Show, heb ik alle beats had ik daarvan zelf gemaakt. Maar daarna ben ik... Dan een beetje op een lager pitje mee doorgegaan. Ik ben nu wel weer, ben ik weer zelf aan het produceren. Dus, maar dan, dat is ook... Uiteindelijk krijg je weer steenbeats onder zijn steenteksten. Of misschien andere rappers die op steenbeats gaan rappen, weet ik veel. Maar je bent best wel een vreemde eend in de bijt eigenlijk. Als ik naar Utrecht kijk qua wat allemaal, hè, qua hip-hop uitkomt, is het allemaal best wel funky en zo. En dan komt steen met snoeiharde beats. Kaarde teksten. Bedoel, voel je dat zelf ook zo? Of heb je zoiets van, nee... Ja, ik merk het wel dat er in Utrecht andere dingen spelen dan ik doe. Maar ik blijf gewoon mijn eigen ding doen. Ik hoef daar niet in mee te gaan, weet je. Je moet gewoon doen wat je doet, weet je. Doen wat bij je ligt. En uiteindelijk is er ook een plek voor jou, weet je. Als daar nu al die fucking gasten blije muziek willen maken en... bij hun emoties gevoelig willen doen, weet je. Als zij denken dat ze daar checkies mee kunnen krijgen of weet ik dan wat, dan moeten zij dat doen, weet je. Ik blijf gewoon bij mezelf en blijf gewoon zoals ik altijd ben geweest, gewoon hardcore als een kankerleier. Ik kan het krijgen.
Vretend in de camping, op de camping met mijn vriendinnetje zonder reet en geen hersens. Witte fakes, witte memmen, wit heet. Spit ik vreet, dikke vlokken, speeksel, wit bleek uit mijn bekken. Zit is die blanke rapper. Kijk, je bent al met Spinal Bay die samenwerking aangegaan met Kadaver Rap. Welk moment had je zoiets van, ja, wij moeten nu iets samen gaan doen? Ik had Spinal, had ik hem... Ik had sowieso al een track gemaakt met 079 uit Zoetermeer. Alleen dan waren De Spinal deed daar niet aan mee. Dat zijn drie gasten. Met Alfredo en Ernest had ik een track gemaakt, Oorlogspad. En zo ben ik een beetje in contact gekomen, ook met Spinal en zo. En zijn manier van rappen die sprak mij aan. En ik was toen bezig met mijn eigen album opnemen, Muziek voor je moeder. Die binnenkort ook bij jou op je bankje ligt of weet ik veel wat, op je iPod of wat je ook wil downloaden of gratis wil krijgen, kankerleiers, gewoon kopen. Daar ging ik een track voor maken, Spring hem dan, los van de vloer. En ik zocht nog een paar futurings, weet je, gewoon een paar mensen om een collab mee te maken. En Spinal sprak me daarvoor aan voor, Spring hem dan los van de vloer. En daarvoor had ik hem toen gevraagd. We hadden die track opgenomen. Skill Zane heeft er ook een verse bij gedropt. Maar met Spinal klikte het toen gelijk, weet je. Die teksten, die stemmen pasten gewoon op elkaar aan. En daarom zijn we die kadavers toen door gaan maken. Gelijk die dag dat we die opnamen, hebben we er gewoon twee geschreven, gelijk opgenomen, geknald. En toen kwamen die kadavers uiteindelijk gewoon vanzelf, weet je. Nieuwe kadaveralbum, die ligt ook alweer bijna klaar. Gewoon kadavers als een kankerleier. Kadavers en karkassen die dansen. Wat ik me afvraag, dat je een EP kan maken, daarover snap ik. Maar er ligt nu ook een heel album klaar. Hoe krijg je dat voor elkaar? Om daarop door, om op die lijn te blijven inzetten. Ik bedoel, wat triggert jou daarin? Ja, ik ben gewoon bezig als een motherfucker. En ik doe gewoon die dingen die vloeien uit mijn pen, weet je. Soms dan ben ik een tekst aan het schrijven of zo, of zit ik iets te denken en dan leg ik mijn pen neer. Ga ik even naar de shop of zo, wiet halen. Kom ik terug en dan staat er een hele lap tekst al, weet je. Ik hoef in principe zelf niks meer te doen, weet je. Die pen die vloeit gewoon het bloed eruit, weet je. Dus het gaat vanzelf, weet je. En nee, het is genoeg om over te praten, het is genoeg om te zeggen. En ik heb genoeg om dingen om te vertellen. Dus er komt nog een hoop. Sta stijf als een hark te dansen met mijn penis en ballen allebei in mijn handen. Die blanke rapper, je hedendaagse beblanken. Dit is alles naar de kloten, helemaal naar de kanker. Die wat heb je met het woord kanker? Wat is dat? Gewoon zeggen tot ik het zelf heb. Ja, is dat het? Is dat gewoon, is dat de secret? Je roept het zo vaak en dan ja, uiteindelijk hoop je dat je het krijgt? Of wat is dat ding? Ja, misschien werkt het wel, weet je. Als een soort medicatie, weet ik veel. Ja, is om het tegen te houden, bedoel je? Het is gewoon een stopwoord op sommige momenten. Die er gewoon uitkloot. Het is gewoon een lekkere, weet je. Het is gewoon echt een lekkere. Veel mensen aan verloren, maar toch blijft het een lekker woordje, weet je. Kanker. Blanke rapper, typisch witte, stereotype witte Sinterklaas gedichten, ex-schapper doorgeflipt, de pilletjes slikkende Nederlander etter. Hoe ziet een blije steen eruit? Is er een blije steen eigenlijk? Blije stenen. Er zijn altijd blije stenen, weet je, natuurlijk. Beetje lachen, likken, alles. Ze kunnen het krijgen. Maar wat maakt jou blij? Ja, sommige vrouwen maken mij wel blij, weet je. Sommige vrouwen die maken mij wel goed blij, weet je. Kunnen mij wel blij maken. Spittende frikandel, ik ben helemaal naar de kanker. Blanke rapper, witte sokken en slippers, witte galbakken en mijn rikke rok oranje vlekken. De dood is echt een wijs ding waar jij onwijs op inhaakt. Ja, man. Doe, heb je veel shit in die trant meegemaakt of vind je het gewoon interessant of ja, wat is dat ding? Ik heb hem, ik heb daar in het verleden veel dingen natuurlijk meegemaakt. Iedereen heeft daar waarschijnlijk wel zijn eigen dingen. Die heeft mensen verloren op bepaalde manieren. Ik heb daar ook natuurlijk mijn aandeel aan gehad. Maar ik kijk meer naar de toekomst. Het gaat niet over het verleden, het gaat meer over de toekomst, die kadavers. Dat hem,
je gaat dood uiteindelijk. En je weet toch, je mensen zijn er bang voor. Die hebben hoop op meerdere dingen. Dat daarna nog shit is en zo, weet je. Ik ben daar niet van. Ik ben gewoon puur van nu. Gewoon die kadavers dood. Dat interesseert me geen flikker, weet je. En dat geeft gewoon een hoop inspiratie als je om daarover na te denken. Ook. Dat is gewoon een manier van denken, weet je. Wil die ook mensen shockeren of niet met die tracks? Ja, je gaat altijd wel voor om mensen te bereiken. Ik heb altijd al dat ding zo gedaan. Ik heb altijd zo geleefd, weet je. Gewoon op het uiterste, weet je. Dat is gewoon dat ding. En als mensen daar gechoqueerd van zijn, weet je. Het zijn toch aan mijn eigen gedachten, weet je. Ik schrijf het toch op. Ik rap het toch in die microfoon allemaal. En het zit allemaal in mijn hoofd, weet je. En als mensen, wat zij daar dan van vinden, dat interesseert me niet zoveel. Ik wil gewoon wel gewoon excentriek blijven daarin. Ik ben dat altijd zo geweest, weet je. Dus dat blijft gewoon. Als zij dat chockerend vinden, dat boeit me niet. Vet pakken, wit bier en een roggel. Sneeuwvlokken raps, ik ben half mens, half mongol, half. Half naar de kankerwekker zit mijn kleine witte lul openbaar af te trekken. Denk je überhaupt wat mensen ervan vinden? Of het interesseert je gewoon helemaal niet? Het is moeilijk om daar rekening mee te houden. Ik bedoel, je wil toch gewoon doen wat je zelf wil doen. En dan moet je in één keer rekening gaan houden met of men checken wat mensen ervan vinden of zo. Daar hou ik me niet zo heel veel mee bezig, weet je. Ik vind het juist, ik wil best wel met die mensen daarover praten als ze het niet goed vinden, weet je. Maar als ze altijd een beetje daar zo hypocriet over lopen te lullen, terwijl ze zelf gewoon ook gewoon scheid aan hebben en zo, flikker dan maar op, weet je. Moet je mijn ballen checken, check ze hangen dan. Ik ben trots op dat wat ik ben helemaal naar de kanker. Check hem, die blanke rapper, staat te stampen of langs de kanten nekken. Want ik kan niet dansen met je bitch, dit is die blanke rapper. Wat bedoel je dan met hypocriet daarin? Nou, ik bedoel, die mensen, die zijn allemaal, die hebben toch ook hun eigen manier van denken daarover, over de dood en zo, weet je. God. Daar denken ze allemaal op verschillende manieren over na. En dan gaan ze in één keer, omdat wij dat uiten, gaan zij daarom, hebben ze in één keer een mening erover, weet je, tegen ons. Je hedendaagse beplanken, dit is alles naar de kloten. Helemaal naar de kanker, planken rapper, haha. Helemaal naar de kanker, ja dat wel, Kink FM. Ik heb natuurlijk een hele hoop, er was ook laatst een onderzoek van, nog nooit waren er zoveel mensen met depressie in Nederland. Zoveel mensen met zelfmoordneigingen. Kijk, dan hoor ik een track als, een track waar we net over hadden. Kijk, ik kan het relativeren. Maar mensen die in zo'n positie zitten, ben je dan niet bang dat het laatste zetje kan zijn tot? Of ben je dat totaal niet mee bezig? Nee, ik bedoel, ik zou het juist mooi vinden als in één keer het sterftegetal onder de hiphoppers omhoog zou gaan, weet je. Dat zou me niks verbazen nu naar die kadavers, maar toch, het ligt in je eigen handen allemaal, hè. Ik heb daar niks mee te maken, weet je. Het is nu jouw leven. Flikker op, man. Dus bemoeien met je eigen leven, weet je. Als ik zelfmoord wil plegen, doe ik het toch ook gewoon. Ja, maar kan je voorstellen dat mensen... Ik ga niet zomaar mijn polsen dan doorsnijden om aandacht te vragen of zo. Misschien om te kijken of het pijn doet. Maar dan... toch, doe wat je doet. Doe het. Doe het. Niet denken, doen. www.foxsteen.nl F-O-C-K Steen. Krijg de... Kijk. Kankersmoe, niet in je smoel, maar voor je kankersmoel tot je het zelf hebt. Ja, het is die steen. Helemaal naar de kanker. Helemaal naar de kanker, standaard. Je ziet die rotte kop, je beeldscherm, dus je krijgt hem hier. Pas me een bier, pas me een rode wijn. Want ik ben helemaal naar de kanker. Kanker.